En vandaag praat Jessica met... Hoe leef je het leven wat jij wilt? Coronatijd of niet? Het stel Leini en Henk Hindricks had al lange tijd een droom. Samen met anderen wonen in een groene wijk, een eco-wijk, die zelfvoorzienend is, waar je je eigen eten verbouwt en waar je ook nog eens naar elkaar omkijkt. Elkaar de helpende hand reikt en waar zo eenzaamheid geen kans krijgt. Maar zoiets waarmaken vraagt veel inzet. Om dit alles te realiseren werd daarom gezocht naar mensen die mee wilden doen en werd in 2018 al een plan bedacht. Dromen werden uitgewerkt, tekeningen gemaakt en vele brieven, vergaderingen, gesprekken met expert en gemeente gevoerd, waarbij het project genaamd Ecowijk Drimmelen een paar maanden geleden op het punt van goedkeuring stond. Maar dan gaat het plots niet door. Weerstand komt uit onverwachte hoek en Leini en Henk en hun team merken hoe lastig is om iets nieuws op te starten. Maar toch zitten ze niet bij de pakken neer. Ze hebben er immers een droom en die zullen ze waarmaken ook. Stonden ermee zelfs vorige week in BN De Stem. Dus ongeacht coronatijd en ook ongeacht leeftijd zetten ze door. Waarbij ik dan denk, hoe dan? Leini en Henk, welkom. Fijn dat je er zijn. Dank je. Dank je wel. Hey, en hoe dan? Want ik zei al, ondanks jullie leeftijd, wat is jullie leeftijd? Ik ben 71. En ik ben 70. Gepensioneerd dus? Ja. Ja. Wat hebben jullie beiden voorheen gedaan? Ik heb in de zorg gewerkt. Als? Psychiatrisch verpleegkundige. Oké. Okay. 5 kinderen opgevoed. En jij, Henk? Ik heb een tijdje accountancy gedaan. Maar toen ik dat dacht van, dan krijg ik het daar in een kantoor te benauwd, ben ik het onderwijs ingegaan. En heb ik 35 jaar op een vrije school gewerkt. Als docent. Als leerkracht. Ja, ja. 20 jaar op de basisschool en 15 jaar op de middelbare schoolafdeling van de vrije school. En de laatste jaren heb ik ook een coachpraktijk gehad. Oké, en dan ben je dus gepensioneerd. En dan zou je dus ook kunnen denken, nou ja, lekker, ik ga lekker genieten, achteroverleunen, niks doen. Misschien vrijwilligerswerk doen. Maar een hele eco-wijk opzetten, is dat nogal een project? Ja, dat helemaal niets doen, dat past niet zo goed bij ons. Nee. Maar dit is wel het andere uiterste. Allebei bezig bij je. Maar ja. Inderdaad, je zegt het juist. Af en toe geeft het organiseren van een eco-wijk en het nadenken en het schrijven en het opzetten. Nou, dan heb je af en toe het idee dat je weer een dagtaak hebt. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja, inderdaad. Ja. Toch kwam het idee niet helemaal uit de hemel vallen. Want we hebben in het verleden ook al samen met 2 andere gezinnen in 1 groot huis gewoond. En ja, daar hebben we ontzettend veel geleerd. Daar hebben we ook heel veel plezier aan beleefd. Onze kinderen waren toen ook klein. Dus eigenlijk is dit idee niet helemaal nieuw. Maar nu we ouder worden, de zorg gaat er ook niet op vooruit. Veel eenzaamheid. En dan zie je om je heen of ervaar je zelf? Nee, wij zelf niet, maar dat zie je toch om je heen. En ja, je wil de regie over je eigen leven ook houden. Hmm. Dus dat is ook wel een thema voor ons. Ja. En nou is dit idee voor een eco-wijk ontstaan bij jullie aan de keukentafel. Vertel, hoe is dit gegaan? Ja, regelmatig spraken we met vrienden van ons over mogelijkheden. Hoe ziet de toekomst eruit als je gepensioneerd bent? Hè? Leini zegt al terecht, hoe hou je de regie in de eigen handen als het over zorg gaat? Hoe voorkom je eenzaamheid? Dus dergelijke vraagstukken die bespraken we vaak met hun aan de keukentafel. En daarbij kwam dat de milieuvraagstukken van deze tijd. Je wilt de wereld mooi achterlaten, ook voor je kinderen en kleinkinderen. Je wilt je voetafdruk zo klein mogelijk houden. En dat was regelmatig een onderwerp van gesprek. En in januari 2018 constateerden we op een avond, eigenlijk, het lijkt wel alsof we een initiatief hebben genomen. En dat spraken we zo naar elkaar uit en dat hebben we serieus genomen. Dus we hebben die avond gewoon gezegd, we nemen nu het initiatief om uiteindelijk een ecowijk op te gaan richten. En dan bedenk je dan zo even aan je keukentafel? Nou, bedenk je zo even aan de keukentafel. regelmatig heb je het dan over die dingen. En we merkten ook dat bijvoorbeeld het delen of het recyclen van dingen, daar zijn wij al zo lang mee bezig. Want dat is ook een onderdeel van die ecowijk. Dat zijn rode draden die daar doorheen spelen. Ja. Delen, ontvangen, lenen,
ja, waarom moet iedereen zijn eigen hoge drukreiniger? Waarom moet iedereen zijn eigen wasmachine, zijn eigen boormachine hebben? Dat kun je ook niet, samen waarom doen. Is dat? Waarom is dat? Dat mensen dat allemaal alleen apart moeten hebben? Ja, dat is, vind ik, een hele mooie vraag. Ik weet eigenlijk het antwoord daar ook niet op. Ik denk dat de economie dat enorm stimuleert. En het is de vraag of dat wel zo juist is. Of het nodig is. Ja. Hey, en neem me eens mee hè, in jullie droom. Want het is ontstaan met een droom. Hoe ziet er dan zo'n eco-wijk uit? Allereerst, ik kom bijvoorbeeld aanlopen. Hoe ziet de omgeving eruit? Want het is er nog niet. Het moet er nog gaan komen. Het is er nog niet. Ik denk dat je toch iets heel anders ziet dan welke nieuwbouwwijk ook. Waar dezelfde huizen staan. Waar voor elk huis heeft iedereen zijn auto staan. Wij stellen ons voor dat je komt binnen en er zijn geen verharde straten. Er zijn paden. Er is heel veel groen. Ieder huis heeft zijn eigen uitstraling. Het past wel in het geheel, omdat we toch ook de rust in een wijk willen hebben. We stellen ons voor dat er heel veel groen is. Bloemen, zitjes, speeltoestellen voor de kinderen. Het is ook de bedoeling dat er geen schuttingen komen. Dus dat iedereen een klein stukje privé heeft. En dat gaat dan over in een gezamenlijke tuin, gezamenlijke ruimte. Mm-hmm. En onze auto's, en liefst ook deelauto's, en dan nog liever elektrische deelauto's, die staan dan ook aan de rand van de wijk. Okay. Dus de wijk zelf is autoluw, zou je kunnen zeggen. En die paden, wat Leini zei, ja, die moet je hebben voor hulpdiensten eventueel. Dus daar moeten we wel in voorzien. Maar verder willen we eigenlijk een groen, ja, noem het een parkachtige omgeving. Ja. Waarin je ook je eigen moestuin hebt, las ik. Als dat zou kunnen, heel graag. Ja, dus dat je ook met elkaar zo'n ecowijk opzetten kost veel tijd. Maar het onderhouden en het doordragen kost natuurlijk ook veel tijd en bewustzijn. En dat willen we ook gewoon echt gezamenlijk doen. Iedereen kan een bijdrage leveren. Natuurlijk al naar draagkracht, maar daar kun je het over hebben. Ja. En als het dan zo kan zijn dat je je eigen biologische groenten kunt eten, dan is dat prachtig. En dan hangt het er natuurlijk vanaf hoeveel vierkante meter krijgen we uiteindelijk tot onze beschikking. Maar dat is wel een droom. Want daar gaan gemeenten ook over, hè? En daar gaan gemeentes ook over. Daarover straks meer. Ook hoe vind je die mensen allemaal die zich aansluiten voor zo'n wijk samen verder uit te werken en ook te gaan wonen? Maar nu eerst een liedje dat jij hebt aangevraagd, Leini. Thuis van Elske de Wal. Waarom deze? Ja, thuis. Is zo belangrijk voor iedereen. En waar dat dan ook is. En je hoopt dat kinderen, kleinkinderen, ook altijd weer een thuis kunnen vinden. Ik vond het ook wel passen bij de wijk. Mooi. Kom thuis. Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Zo gelukkig in mijn eigen kleine stukje. Je eigen kleine stukje paradijs, zingt Elske de Wal in Thuis. En daarover gaat vandaag ook het interview. Leini en Henk zijn 70 en 71 jaar en besloten niet op hun lauweren te rusten tijdens hun pensioen, maar juist actief te zijn. Niet zomaar vrijwilligerswerk, nee, ze hebben een doel om samen met anderen een hele eco-wijk op te zetten. Om zo samen groen en sociaal te leven. Leini en Henk, daar straks hadden we het er al even over. Een ecowijk dus, dat wil je dus met meerdere mensen doen. Je hebt nu 14 mensen in totaal verzameld. Hoeveel mensen zit je aan te denken om een ecowijk? Hoeveel mensen heb je nodig? We streven ernaar om 15 huishoudens, dus 15 gezinnen. Dus er zou zomaar 30 mensen kunnen zijn bijvoorbeeld? Dat kan, ja. Oké. Okay. Ja. En waar moeten die mensen die met jullie mee willen doen aan voldoen? We hebben drie pijlers. Dat is het sociale, het duurzame, het ecologisch bouwen en de bestuursvormen. En dat is sociocratisch. En wat wil dat zeggen? Sociocratisch is dat elke stem meetelt. Dus het is niet zo als er iets besloten wordt, de meeste stemmen gelden. Dan blijven er altijd mensen die het er niet mee eens zijn, maar die dan
toch mee moeten. Ja. En wij streven ernaar om elke stem te laten horen. Dus als er iets besloten moet worden, dan iedereen kan er iets over zeggen. Er wordt een besluit genomen. Maar er kan zijn dat iemand een gegronde reden heeft om te zeggen, ik zie dat toch niet zo, ik wil dat toch anders. Dan gaan we daar opnieuw over hebben. Tot nu toe zijn we er steeds uitgekomen dat iedereen zich daarin kan vinden. Wordt het dan toch iets aangepast waardoor degene die nee zei dan toch dat dat toch een ja wordt? Dat het voor iedereen acceptabel is wat dan uiteindelijk uitkomt. Dat ja, is... Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Op het moment dat er heel veel werk op ons bord ligt, toen hebben we gezegd we gaan werkgroepen in beeld brengen. Want jullie kunnen niet alles met z'n tweeën. We kunnen niet alles met z'n tweeën. Zo is er bijvoorbeeld een werkgroep die zich bezighoudt met bouw. En je kunt zeggen van, goh, wie wil dat graag doen? Dat is een manier. En dan kun je erover stemmen, hè, meerderheid van stemmen. Je kunt ook zeggen, een heel andere vraag stellen en zeggen van, wie zou ik dat graag willen laten doen? Mm-hmm. En dan ga je met elkaar mensen nomineren, benoemen, gemotiveerd benoemen. Ik zou graag willen dat jij deze taak op je neemt. Want jij hebt die expertise. Ik vermoed dat jij die expertise hebt, of dat je er heel enthousiast over bent. Dat maar wat ook. Dan als ik denk, ja, maar ik heb die expertise helemaal niet, of ik wil dat helemaal niet? Als je zegt van, ik wil deze taak niet op me nemen, we zijn vrij. Dus dan kun je zeggen van, nou, dat doe ik niet of nog niet. Maar zo ga je dus, de basis van dat sociocratische besluit nemen is een consent. Dus mensen kunnen best een bezwaar hebben, maar als ze ermee kunnen leven, gaat het door. Pas als het echt een gegrond bezwaar is, dan moet je erover verder praten, ja, totdat je het met elkaar eens bent. Ja. Hey, en Leinie, jij zei net al eerder al, het sociale stuk, dat is ook een pijler in jullie eco-wijk. Eerder heb jij wel eens gezegd, van, je wilt een vangnet zijn voor elkaar. Wat houdt dat in? Het is eigenlijk, kijk, met de buren kun je ook daar kun je ook zorg voor hebben. Maar in de ecowijk wordt er toch iets meer gevraagd. Dat je echt naar elkaar omkijkt. Dat, nou, als voorbeeld van iemand die komt elke week iets doen in de tuin. Die is er ineens een week niet. Dat je dan vraagt van, hoe is het met je? Is er iets? Of ik heb je gemist? Dat is ook het omzien naar elkaar. En ook op een gegeven moment als je wat ouder wordt en je krijgt klachten waardoor je sommige dingen niet meer kunt, dat je dan ook met elkaar gaat kijken van hoe kunnen we het organiseren dat iemand zo lang mogelijk in de wijk kan blijven wonen. Niet dat wij de zorg zelf allemaal moeten doen, maar we kunnen het wel organiseren voor elkaar. Faciliteren wellicht. Faciliteren, ja. Dus dat is toch het omzien naar elkaar. Wat je eigenlijk juist mist in de samenleving, wil je dan om elkaar in zo'n wijk brengen juist. Ja. Ja. En misschien ook iets breder dan die wijk. Kijk, als iemand niet in staat is om zijn boodschappen te doen, dan kunnen we dat voor elkaar doen. Als er een jong gezin is wat kinderen heeft en vader en moeder werken, maar die kinderen moeten naar school en dat is iets verder weg, dan hebben we chauffeurs genoeg. Misschien gepensioneerde chauffeurs. Maar dan kunnen we elkaar daar dus in helpen. Ja. En zo een heleboel voor elkaar betekenen. Ja. Ja. Mooi. En dat kan dus in de wijk. Maar wij zouden heel graag ook tegen een vrij klein dorp aanzitten, zodat we ook die uitwisseling met de inwoners van het dorp kunnen hebben. Mm-hmm. Want als iemand uit een dorp naar een ziekenhuis moet, maar dan kunnen wij natuurlijk ook rijden voor een onderzoek of iets dergelijks. Ja. Wat mooi dat je dat voor elkaar wil betekenen. Komt ook wel binnen bij me, merk ik. Ja, ja. Het is wel iets in die verharding van de samenleving wat ook wel nodig is, denk ik. Ik denk het ook, ja. Hey, en nou, zoek je dus mensen gelijkgestemden die jullie visie en waarden ook mee uitdragen. En dan kan ik me voorstellen dat daar echt wel mensen voor te vinden zijn. En dat je dat samen op kunt bouwen. Maar dan toch even de vraag hoor. Wat nou als je in deze tijd van politieke polarisatie, tegengesteldheden. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die misschien wat meer links georiënteerd zijn, in zo'n ekenwijk ze helemaal toppie voelen. Maar misschien toch ook iemand die
meer rechts georiënteerd is. Een Forum voor Democratie stemmer. Die zich helemaal kan vinden in jullie waarden, maar die wel Forum voor Democratie stemt. Kan zoiets botsen? Zou dat passen? De mensen die zich nu aanmelden, die krijgen heel duidelijk te horen wat onze uitgangspunten zijn. Die uitgangspunten zijn eigenlijk heilig. Het sociale, duurzame en sociocratische. Ik denk, iedereen die kan meedoen, maar er gaat een soort, ja, laten we zeggen, een proefperiode aan vooraf. Iemand moet gewoon proeven, past dit bij mij? Voel ik me hier thuis? Kan ik mezelf zijn? En dat noemen we dan een aspirantlid. Dus die draait gewoon een poosje mee en die doet met de vergaderingen mee. We hebben workshopdagen, daar doen ze mee. En pas als ze denken van nou, dit past bij mij, dan kunnen ze lid worden van de vereniging. Inmiddels zijn we een vereniging. En maakt het dan voor jullie wat uit wat iemands stemgedrag is? Nee, als die uitgangspunten, als we daaraan met z'n allen vasthouden, dan maakt het verder niet uit. Ja. Nee, dus die drie kernwaarden zijn leidend. En verder moeten we in vertrouwen en met respect met elkaar omgaan. Dat is wel een heel andere benadering dan de polariserende wereld waar Zeker. We steeds meer in leven. Zeker. Straks meer, ook waar loop je dan allemaal tegenaan met het bouwen en het uitwerken, al is het alleen maar in ideeën nog, van zo'n eco-wijk. Maar nu eerst een liedje van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Prachtig nummer van Claudia de Breij. Ja, Leini, misschien spreekt het liedje een beetje voor zich, maar toch wil ik van je weten, waarom dit nummer? Ja, eigenlijk spreekt het inderdaad voor zich. Als ik eenzaam word, als ik het niet meer kan, is er dan een schouder waar ik op kan rusten. En nou, dat is ook iets wat je hoopt en wat je nastreeft in deze wijk. Ja, ja. Er komt heel veel bij kijken voor de uitwerking van al die ideeën. Er is ook een aanvraag gedaan bij een gemeente. Even in vogelvlucht, Henk. Wat komt er allemaal bij kijken? Totdat je bij zo'n aanvraag komt, ook bij een aanvraag dan voor een stuk grond wat je kunt gebruiken. Nou ja, wij richten ons nu op de gemeente Drimmelen en hopen daar een plek te vinden. En van meet af aan, dus vanaf januari 2018, hebben wij iedere maand bijna een gesprek gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente. We willen open en transparant communiceren. Dus we hebben hun steeds bijgepraat en overlegd waar wij staan en wat de volgende stappen zouden zijn. En dat vraagt gewoon heel veel tijd. Dus die beleidsmedewerkers, die zijn daarmee aan de slag gegaan. En het is heel fijn om te merken dat door die 2,5 jaar heen wij voelen dat zij ook steeds enthousiaster worden voor onze plannen. Ja, wat komt dat dan? Ja, ik denk dat openen en transparante communiceren daar een heel belangrijk aspect bij is. En ons enthousiasme. Daar kunnen we ook niet omheen. Dat werkt ook volgens mij aanstekelijk. Ja. We hebben verschillende keren ook verschillende wethouders aangesloten. En ook daar, en zo merken we eigenlijk dat in die hele gemeente en ook bij de politiek. We hebben bij alle fractievergaderingen van de politieke partijen in coronatijd weliswaar digitaal aangeschoven om hun het beeld wat wij voor ogen hebben, de droom die wij voor ogen hebben, heel helder weg te zetten. Mm-hmm. En dan merk je, om daar ook gewoon de tijd voor te nemen, dat mensen enthousiast worden. Ja, en dan heb je dus, is er dus een hele tijd voorbij gegaan, heel veel tijd en energie gestoken. Je hebt ook je plan helemaal uitgetekend, uitgedokterd ook. Hè? Hoe kun je het helemaal zelfvoorzienend maken met stroom en dergelijke. En dan heb je een plek op het oog. Dat is eigenlijk nagenoeg zeker. En dan gaat het uiteindelijk toch niet door vanwege een hoop weerstand. Wat gebeurde er? Nou ja, nagenoeg zeker. Het was nog open. Hè, de gemeente, alle gemeentes in Nederland moeten bouwen en zo ook Drimmelen. Dus er zijn diverse locaties aangewezen. Maar ze stonden voor open, laat ik het zeggen dan. Wij hadden in elk geval het gevoel dat ze er voor open stonden. En als er ergens iets gebeurt in deze tijd, dan ontstaat er weerstand. Dus als er ergens achter huizen op een veld gebouwd gaat worden, of de gemeente heeft daar een voorstel voor, dan komen bewoners daar
die tonen hun weerstand. En daar moet je overheen kunnen blijven kijken. Nou, soms is dat lastig. Want daardoor is het bij jullie dus niet doorgegaan. Op dit moment is het groen licht wat wij vermoeden, is in elk geval op oranje gezet. En dus moet je gaan weer, en nu zijn we ook weer met de gemeente, met die beleidsmedewerkers in gesprek van, hey, waar zijn mogelijkheden? Zij adviseren ons ook om naar andere locaties binnen de gemeente te kijken. Dus we zijn ook bezig met welke randvoorwaarden zijn er nodig voor een terrein wat we zoeken. En zo dus ze staan er wel voor open. Hè? Ze blijven wel aangeven, ze staan er voor open. Maar wat doet dat dan met je? Dan ben je 2,5 jaar bezig. En dan denk je van, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat je denkt van, nou zitten we tegen. Oh, misschien gaat het wel door. En dan, ploef, het gaat niet door. Tenminste, op deze locatie. Wat doet dat dan? Ja, over het algemeen ben ik best positief en optimistisch. Maar toen kreeg ik echt wel eventjes een dreun. En die nacht heb ik echt gewoon niet geslapen. Dat kwam hard binnen. Kan ik me helemaal voorstellen. En dan krabbel je weer op en dan zoek je met elkaar weer de lichtpuntjes. Dan merk je ook dat het sociale delen met elkaar belangrijk is. Want als er één doorheen zit, dan kan de ander misschien een bijdrage leveren en een stukje licht aan de horizon brengen. En dan krabbel je weer uit de put en dan ga je toch weer door. Maar wat maakt dan, Leinie, dat je dan doorgaat? Nou, nadat dat gebeurd was, hadden we op het programma staan dat we met de hele woongroep naar een bestaande woongroep zouden gaan. Een excursie, een dag. En dan kom je daar en dan die mensen vertellen daar enthousiast over. En dan denk je, zie je, het kan wel. Weet je, dan word je eigenlijk weer helemaal opgetild. En dan denk je, we gaan gewoon door, want het kan wel. We zien gewoon de voorbeelden om ons heen. En nou ja, dat maakt je weer enthousiast. En dan denk je van, kom, we gaan weer. We gaan er weer voor. Ja. Nou, wil je meer weten of heb je interesse in deze wijk? Kijk dan op ecowijkdrimmelen.nl. Als afsluiter hebben jullie het liedje Happy Family van Pieter Nel Osinga. Van waar de keuze? Ja, ik denk dat het toch iedere keer neerkomt dat je ergens gedragen wordt. En dat kan je familie zijn, dat is je thuis. Dus vandaar dat liedje naar voren kwam. Want dat is eigenlijk ook jullie boodschap met die eco-wijken. Pakt het wel mooi samen misschien, of niet? Ja, en misschien mag ik ook nog iets over zeggen. Happy Family. We willen dus absoluut geen oude knarrenwijk zijn of iets in die richting. Dus het zou ook heel fijn zijn als jonge gezinnen Happy Family aansluiten. Als één grote Happy Family. Wie weet. Dank jullie wel. I see a happy family that is green, green, green. So green. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Yes! Yes.